Wij zijn vooral bekend van dijken en droge voeten. Maar als waterschap hebben we ook andere taken. Zoals het zuiveren van afvalwater. In de Hollandse Delta hebben we daar 21 installaties voor. Deze rioolwaterzuiveringen zijn allemaal tussen 1970 en 1990 gebouwd en aan een ingrijpende modernisering toe. Maar hoe pakken we dat aan? Waar moeten de installaties wettelijk aan voldoen? Welke ambities leggen wij daar bovenop? En wat voor maatwerk is per zuivering nodig en mogelijk? Om deze vragen te beantwoorden doen we voor elke rioolwaterzuivering een ALM-studie, een Asset Lifecycle Management Studie. Zo komen we te weten hoe elke zuivering kan blijven voldoen aan de steeds strengere wettelijke eisen. Maar onze ambities gaan verder dan de wet. Zo gaan we onderzoeken of we met nieuwe technieken nog meer stoffen uit het water kunnen halen. Daarnaast willen we dat onze zuiveringen in 2050 kosteneffectief en circulair zijn. Dus dat we onze middelen op de meest effectieve manier inzetten en duurzamer werken. Bijvoorbeeld door stoffen uit het afvalwater te hergebruiken en door energie-neutraal te werken. Tijdens zijn tour langs gemeenten, drinkwaterbedrijven en andere partners om hen met ons mee te laten denken, vat heemraad Frank van Oorschot die ambities als volgt samen. Dus uiteindelijk gaan we naar de stip op de horizon, zoals we gezegd hebben, 2050. Ja, eigenlijk heel simpel, van het zuiveren van afvalwater naar het produceren van schoon water, energie en grondstoffen. ALM Plus noemen we dit. Die plus staat dus voor onze extra ambities. Maar ook voor iets anders, aldus de heemraad. En we hebben er bewust een plus achter gezet, vanwege het feit dat we ook heel duidelijk naar die omgeving willen kijken. Die omgeving is het krachtenveld waarin wij actief zijn. Denk aan maatschappelijke en politieke ontwikkelingen, energie- en grondstoffenakkoorden en de wensen en belangen van onze partners. Wij willen hen in een vroeg stadium bij de ALM-studies betrekken, zodat we voor elke zuivering het beste investeringsplan kunnen maken. De eerste belanghebbenden, voornamelijk gemeenten, zijn inmiddels bezocht. Met hen worden overleggen gestart om de wensen, mogelijkheden, problemen en ideeën in kaart te brengen. Zo komen we samen tot de beste oplossingen.